Het hoofd van de afdeling bestrijding zware criminaliteit, Sherida Drachman, zegt dat het Korps Politie Suriname stappen zet om de veiligheid te blijven garanderen. Aan de andere kant is het zo dat het recente aantal aanhoudingen kan maken dat de cellenhuizen straks weer overvol zijn. De politietopper deelde deze informatie tijdens een persconferentie van politie op het bureau te Nieuwehaven. Drachman deed ook een oproep aan de samenleving om niet te schromen, alarm te slaan, zodat de juiste eenheden ingezet kunnen worden om de veiligheid te handhaven. Maar als we kijken naar ook de cijfers die net gepresenteerd zijn, dan weten wij dat wij een stap in die richting hebben gezet waar wij naartoe willen. En dat is dat wij die samenleving weer veilig maken. En als er mensen zijn die onze samenleving onveilig maken, moeten we ze daar krijgen waar ze thuis horen. Ja? Ik denk dat het u ook in het oog is gesprongen dat er voor die drie korte weken reeds 186 personen in verzekering zijn gesteld. We hebben straks weer overvolle cellenhuizen. Maar dat is waar voor iemand die zeg maar een strafbaar feit pleegt. Dat is waarvoor je zelf kiest. Hè? Het is uit eigen wil. Dus wij willen ons niet daarover zorgen gaan maken. Wat wij willen is dat iedereen, hetzij welke verkeerde handeling dan ook, iedereen die dat pleegt, thuis hoort achter slot en grendel. Drachman stelt dat de mensen die de samenleving onveilig maken achter slot en grendel moeten. Brian Isaacs, directeur operaties bij de politie, zegt dat het niet mooi is dat er zoveel misdaden zijn begaan de afgelopen weken. Laten we als samenleving toch kiezen voor normherstel en normhandhaving. En gisteren hebben we hier een geval zich voorgedaan, welk een ernstig inbreuk pleegt op de rechtsorde. Wij van het Korps Politie Suriname zullen niet rusten totdat deze zaak samen met overige misdrijven, ernstige misdrijven, misdrijven die inbreuk maken op de rechtsorde, worden opgehelderd en zij die daarvoor verantwoordelijk zijn voor het gerecht brengen. Let justice be done. Tussen 24 oktober en 13 november zijn er meer dan 9 vuurwapens in beslag genomen door het arrestatieteam. Er zijn landelijk totaal 170 roadblocks geweest en 395 aanhoudingen verricht. Binnen 3 weken zijn ruim 64 rijbewijzen ingevorderd en 186 personen aangehouden door het regio-bijstandteam. Er zullen maatregelen getroffen worden om de komende drukke feestdagen veilig tegemoet te gaan, benadrukt Isaacs.